De koude kerstwind heeft lovebirds Ben en Bernadette naar het First Dates restaurant geblazen. Wat een gentleman. Ja, zo ben ik, hè. Hallo. 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 Ben en Bernadette. Ja. Yes. Wat leuk. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja. Ja, je zit zo om je heen te kijken. Er gebeurt veel, hè? Het is een beetje veranderd hier. Ja, het is behoorlijk veranderd. De status. Ja. De status. Is 3,5 jaar. Hmm. Ga lekker zitten. Dankjewel. Heel veel plezier. Hallo dan. Hey, leuk om jullie weer te zien. Hey. Hoe gaat ie? Ja, goed. Mooi. Een paar jaartjes geleden, of niet? Ja. En nog steeds gewoon flying high. Tot nu toe. Ja, dat ook meteen. We doen ons best. Hi. Hallo. Zal ik je knuffel geven? Ja. Hi. Ben. Bernadette. Leuk outfitje. Ja, thanks. Nice. Cool. Wil je er een? Ja. Oh, Jesus. Hoe doe ik dit? We hadden volgens mij een week nadat we hier geweest waren, hadden we een tweede date in Zwolle. Die duurde 12 uur. En ja, daar was het voor mij eigenlijk wel duidelijk. Hey, vertel, hoe lang geleden waren jullie hier? Want dat is ook alweer... Het was 3,5 jaar geleden. Ja, voor corona nog. En toen kreeg ik mijn eerste kus van Ben. Oh, jee. Achter het station. Achter het station. Smooth operator. En toen zijn jullie samen lekker in lockdown gegaan, of hoe zag dat eruit? Ja, we kwamen die quarantaine wel door samen. Op een kleine zolderkamer met 3-4 vogels en 2 mensen. Dat gaat allemaal goed dus. Ja, tot nu toe hebben we niks is toch tof? Te klaar. Alsjeblieft. Lekker. Ja, dankjewel. Sangiovese deze keer. Cheers op jullie. Cheers. Hoe ziet jullie leven er nu uit? Waar staan jullie samen? Nou ja, ik ben dus schilder nu en kunstdocent. Hij is nog steeds wel hulpverlener, maar ook, dichter. En dichter. Ja, eigen schrijfbureau gestart. Ik zie het al helemaal voor me. Dat jij dan aan het dichten bent ergens. En dat ik dan aan de andere kant van de kamer je staat te schilderen. Dit is vet. Dit is leuk. Ja. Inspireer je elkaar? Tot nu toe wel. Tot nu toe wel, ja. Alweer dat tot nu toe. Je weet het wel spannend houden, hè? Misschien is dat mijn veilige grapje. Dichters hebben muzes nodig, toch? Uiteraard, ja. Dus, en je hebt het naaktmodel nodig af en toe, toch? Ja. Ja, ik bedoel... Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we hopelijk de vervolgstap kunnen zetten om samen te kunnen wonen. Ja, en ik denk ook samen verder groeien. Ook verder groeien in de kunst. Dus zij met haar atelier. Ik heb met mijn schrijfbureau dat ooit een keer misschien ook combineren. Dat lijkt me superleuk om samen echt een keer iets te maken of samen een atelier te hebben. Dus dat lijkt me ook super vet. Dorp. Jou. Ja. Ik wens de mensen van First Date ontzettend warm kerst toe. Ja. En geef je op, want misschien krijg je ook wel zo'n gekke als ik. Ja, dat is leuk. Toch? Ah. Ja, zo ben ik. Nou, jullie gaan nu lekker hapje eten hier. Hoi. Nee. We hebben weer een nieuw menu. Oh. Dus geniet ervan. Ja, ik vind het echt, miss you, Victor. Heel leuk om jullie terug te zien. Ik ben niet weg. Ik ben gewoon hier. Ik ben gewoon hier. Nee. Fijne beurt. Yes, later. Ja.